Laten we zo stellen dat we begonnen zijn, omdat wij in ons bedrijf altijd op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Dat we gezien hebben dat die LNG, die toepassing van die nieuwe technologie, dat mogelijk was. En we hebben de instap gehad van zowel Volvo als van Fluxys. Dat we daardoor hebben kunnen een economisch model opbouwen dat zeer interessant was. En we kunnen een ecologisch model opbouwen waar we zeer blij mee waren, want dat past in onze filosofie. In 2012 zijn we gestart als Romac Fuels zijnde met een van de eerste stations in België. Toen was het eigenlijk een nog praktisch onbekende brandstof. Nu, 7 jaar later, merken we toch een positieve drive, zowel als bij de stationuitbaters, bij de transporteurs, bij de chauffeurs, dat er heel veel meer stations dagelijks bijkomen. LNG is nu al de beste alternatieve brandstof voor zware vrachtwagens. In principe is LNG tanken minder gevaarlijk dan diesel of benzine tanken. Le LNG c'est du gaz, mais c'est du gaz liquide qui au contact de l'air s'évapore, donc il y a aucun danger. En zeker om de perceptie van het gevaar op ontploffing bij gas weg te nemen, testen we zowel op impact als op stevigheid als op bevestiging. Het is natuurlijk wel mooi meegenomen dat je je job kan uitoefenen en ook een steentje kan bijdragen aan het milieu. Wij geloven in de LNG en we geloven ook dat wij daardoor iets kunnen bijdragen aan een betere wereld.